gaan Martijn Kuipers even lekker verwennen. Hij gaat nou echt de echte DW-burger. Maar die zijn, ja, daar zit gewoon een waarde aan. Daar smaakt hij gewoon nog beter. Hoe zou je een sessie met DW Fish Team omschrijven in 5 woorden? Nou, dat kan ook wel in 1. Chaos. Daar is die hoor. Nee jongens, even een klein bakkie voordat we weggaan. Want we moeten natuurlijk optimaal kunnen presteren. Maar we gaan lekker weer eens een video opnemen. En ditmaal voor karp vissen met. We gaan vissen met. Dat zien jullie zo. Ja, special guest. Ja, special 2 karretjes vol. Zitten met een nieuwe kar. Ik weet niet of het op YouTube staat een keer. Helaas, hij gaat veel minder vaak om. Ja, nou, ik ben blij hoor. Maar laatste mooie dag van het jaar. Je ziet daar het zonnetje. Het is genieten. En we gaan er maar voor hè. Ja, hopen dat het stek vrij is. We zijn ook weer volledig met het hele team. Dat zien we zo meteen ook. In de nieuwe merch. Zodat die goed komt. Nou, we zijn net aangekomen, Wiet. Ben je kapot? Ik niet. Zit er wel en die gaat. Kijk hem op, wat is dat, joh? Hey, daar zijn we hem hebben. Dikke knalbak. Kijk, daarom. Special guest van vandaag. Wie is het? Martijn Kuipers. Kijk, we gaan hem eens even opzoeken. Daar zou je hem hebben, hoor. Ja, hij kwam al binnen met een knalgeluid. Zo hoort het. Tuurlijk. Welkom met de knal, hè. Hè? Dat is wat anders dan een fiets kwijt. Ja, mooi. Dat is even goed geregeld. Ik ben minder kapot dan jullie. Ja, dat denk ik ook wel. Kijk maar. Nou, heb je er zin in? Jazeker. Ik ben benieuwd hier al. Ah, het moet goed kijken hoe het gaat worden. Best wel knal van. Ja. Ja, hier? Nee. Ja. Het is wel een paar mooi. Een paar mooie. We gaan gewoon voor die grootste. Zo is het. Daarom. Let's go. Wow. Yes, ik ben net gebeld door Wietse dat de boys er al zijn. Martijn Kuipers is ook al gearriveerd, dus ik ben een beetje later jongen. Ik heb een aardig druk weekend gehad. Maar zoals je kan zien, achter mij heb ik lekker alle spullen gepakt. Ik ga lekker op het fietsie, op de benenwagen, onderweg naar de boys. En dan zie ik jullie zo. Lekker herenigd met de jongens en dan gaan we lekker vissen. Yeah! Jezus, de wielen draaien nog, hè? Kijk. Zo, dat was een aardig klapper. Ik nam de bocht net ietsje te ruim. Over dit sloepje, dat is de dader. En hier ligt hij op zijn kant. Ik lijk het chitten van de scheef wel. Ik ben er bijna. Hier achter het gebouw is het. Nou, moet je kijken dan. Een drama. Nou, ik werd even geholpen door deze lieve meneer. Hij staat weer. Ook al ziet hij er niet goed uit. Alles lag op zijn kop. Maar we kunnen weer door. We gaan ervoor. Dankjewel. Wat een held. Daar, je ziet het zonnetje ondergaan. En dan komt het mooie Daniel Tienink aangelopen. Het is fantastisch. Ja, nu nog even. Even zo weer. Hoppa. Kijk eens. Hey, morgen ouwe pikken waas. Hey, ja, lekker. Lekker met jou. Ja, lekker. Hey, Wietse. Hoe is het? Ja, lekker. Mooi zo? Ja, best. Maar was even drama. Ja, wat heb je gedaan? Vertel het even voor de camera. Ik was hier om de hoek, ik denk hierachter, 100 meter hierachter. En ik nam de bocht net ietsje te scherp. Toen vloog het wieltje van de band. De fietskar vloog net over het soepje heen. Nou, drama. Hij lag helemaal ondersteboven. Alle spullen eruit. Maar een vriendelijke meneer heeft mij geholpen. Nou, dat is toch jammer dat we dat net hebben gemist, hè? Ja. Hij staat op camera, Ja, dat scheelt weer. Nou, we gaan knallen, snel opbouwen, want het zonnetje is bijna onder. Ja, ik pak de drone uit en dan gaan we lekker filmen. Lekker. Zo, lekker een snowmannetje, jongens. En dan een bakkie, kermetje vol. Met de Tiger Crunch. En dan doe ik nog een beetje particles erbij. Golden Mix, kant klaar. Bang, bang, klassiekof, bang, bang. Wat heb je daar net? Dat is een stabilizer. Zo, dat gaat wel worden weer. Ja. Heb je wel nodig met al dat onstabiele filmen? Ja, met de drukke handjes. Ja, veel te veel energie hè? Ja, niet normaal. Ik sta bij Martijn op de stek, maar ik ben wel benieuwd, deze man uit Noord-Holland, hoe jij dit Westlandse water aan gaat pakken. Wat is je idee erbij? Ik gooi alles erin. Ja? Ja. Alles wat ik heb gooi ik erin. Ja? Nee, ik ben niet bekend hier, dus we gaan even kijken. Zeggen jullie maar wat het beste is, dan gaan we dat een beetje doen. Ja, ik denk gewoon een voerbootje. Oké, vol met voer, particles misschien, bolly. En dan naar de overkant. Tijgenbollen mee. Ja, dat gaat helemaal lukken. Tijgenbollen. Lekker wit tijgenbolletje. Ja, lekker man. Hey. Vanavond hoe is het? Hij gaat kosten, denk ik. Kosten. Ah! Soldaat. Ja, het is bijna donker. En we gaan de eerste hengeltje uitvaren. Zoals je ziet, is even helemaal gek. Witte tijgennoten. Ja, dat vangt vis. Ik heb pas nog een spier opgevangen. Ja, daarom. En ik ben benieuwd of ik dat ook kan. Dus dat ga ik even doen. Er is maar één spiegelkoning, hè? Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Schub ben ik ook al tevreden. Oké, okay, is goed. Ik ben niet zo moeilijk. Lekker. Lekker. Nou, Daniel gaat in dit mooie hol slapen. Open teentje. En shit, heb ook wel eens pech. Maar bij mij ging het altijd goed. Tot vandaag eigenlijk. Want
Als je dit zo ziet, dan word je niet heel vrolijk van. Kijk de jongen, die stokken die zijn van dat ding losgegaan. No good. Maar het is zoals het is. Nou jongens, jullie zijn waarschijnlijk vast wel benieuwd hoe Martijn het gaat aanpakken. Want je ziet wel hoe wij het altijd doen. Maar ja, deze echte baas doet het misschien heel anders. Baas, valt op mij hoor. Ik ben gewoon een amateurvissertje. Vind het gewoon leuk om te doen. Ik heb wel een reden van het spul aan me. Ja, we hebben mooie vis gevangen. Hè? We moeten ook niet naar beneden praten. Nou ja, het is niet zo dat ik dag in dag uit langs de waterkant zit. Maar ik vind het wel leuk om te doen en ook wel serieus. Zo is het. Maar hoe ga je het aanpakken? We zijn benieuwd. Nou ja, in de zin van het water nogmaals, ik weet totaal niet, dus daar laat ik me een beetje leiden door jullie. Ik heb gewoon een snowmannetje gemaakt met een haken 4. Hier zien we een snowmannetje. Kijk, daar ook nog eentje. Ah, dat is top. Schijpregie. Ja, die is alvast voor vannacht. Beetje poetie. Ik ga er wel vanuit dat die afloopt. Hoe is het? Tweede engel ook al klaarstaan, dus we gaan nu eerst even uitvaren. Ik doe een beetje tijgenoten er nog op. Ja, oké. En dan... Een paar bollen erbij. Ja, een paar bollen, een beetje kruisen nog. Zo is het. Kom goed. Ja, zeker. Lekker man. Kijk, dat is voor de brazen natuurlijk, dat zeker. Voor het lokken. Ja, brazen zijn giebels, hè. We zijn wel aan het Westland. Wat dan? Nee, dit geeft een vlok, jongen. Daar komen ze allemaal op af, die witvis. Ja, die witvis. En dan zien ze die grote bollen liggen met dat pop-upje en... Dan wordt het vangen. Ja, kassa. Ja, we gaan het zien. Kassa. Nou jongens, het is volgens mij nog niet eens 8 uur. En kijk eens even. Dat gaat echt een koud nachtje worden. Weet niet hoe jouw slaapzak erbij staat? Beetje een goeie? Nou, redelijk. 4 seizoens. Als schrijven bij Daan erbij. Ja, die heeft wel lekker warm. Ja. En 2-persoons stretcher, hè? 2-persoons? Ja, dat is gezellig. Echt? Ja, voor zijn wijfjes. Zo, dat is het laatste hengeltje. Het mooie, Martijn. Die chitten, dat is echt een maas. Die is al aan het koken geweest. Dus als het goed is, dan heeft hij een burger voor schaar. En wat gaan we eten? Ja, wat denk je? En ketchup natuurlijk. Je verwacht het niet. Het is toch een beetje als je imago. Ja, ja, moet je hoog houden. Dus Marco weer. Jullie zijn nog jong. Aardig honger. Hij is goed voor je. Goed voor de weerstand. Dit is smul hoor. Dit is even helemaal top. We gaan even bakken. Ik ga bijna dood van de honger. Chitty gaat bijna van zijn stokkie. Ja. Maar wel lekker verse burgers, hè, deze keer. Burgers jongens, we zijn upgegraden. Je kan zien, de zaken gaan goed. Gelijk verse burgers. Handen nu al onder de bagger. Het stinkt hier ook naar bagger, jongen. Het is niet te kort. Ja, dat is echt bizar. En ook eens die bodem, moet je ze met een wapen gaan lopen. Zo. Die bodem zit helemaal onder de bagger. Kijk, die slipschijven erop, dat die meteen dicht zit. Zijn die ontwikkelaars toch? Ja. Wel vet. Is dat Teflon toch? Zo? Teflon, ja. Teflon slipschijven. Kijk, echt een prof. Swingen verkeerd om opgehangen. Een paar bier is er op. Ja. Vorige 2 weken geleden had ik me rond. Heb je beet? Aan tafel. Aan tafel. We kunnen eten. Ja, dat is lekker hoor. Even iets meenemen. Ja, Daniel Tiedink. Hey, dames en heren. Moet je even kijken. Oh. Zo dan. Het is aan het sudderen. Het is helemaal los aan het gaan. Alsof je lekker naar een nachtje vissen, lekker in bak kan gaan. Nou, heerlijk. Ja, yeah, en we gaan even de kaas erop leggen. Kaasjes erop. Kijk, dat hoort erbij. Oh, die gaat toch helemaal fout zo meteen. Heel die pan zit onder. Oh, hij valt bijna om. Nee, ik heb mijn voeten tegen. Oh, ja joh. Maar... we gaan Martijn Kuipers even lekker verwennen. Hij gaat nou echt de echte DW-burger... Ja, die zijn, ja, daar zit gewoon een waarde aan. Daardoor smaakt hij gewoon nog beter. Hey, dames en heren van Mora, als jullie kijken, dan willen we best graag gesponsord worden. Ja, ja, mooi. Dat mag, het kost, mag. Het kost ons klaar met geld, al die burgers. Ja, dat is niet normaal. Maar we gaan Martijn lekker verwennen. Chit de muister. Ja, ik weet nou niet of ik blij moet zijn of niet. Ik denk het niet. Ik zei nog, het gaat fout. Nee! Niet normaal. Maar één voordeel. Eén voordeel, hè. Het Vertel. Is niet zo spannend. Het is niet te spannend, mij niet uit. Lekker man. Ja, doe je lamp uit? Dat is niet mijn pan, hoop ik. Doe je, nee, doe je lamp uit? Ja, nee, doe je lamp uit. Ja. Als dat mijn pan is, hè? Ja. Ja, we hebben gewoon een verrassing voor Wietse. We hebben een verrassing voor Wietse. Wietse span. Wietse span. Kijk eens. Wil je lekker schoon? Ik wist gewoon. Ja. Je mag het zitten, ik schoonmaken. Ja. Dat is ook wel weer. Non, 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 non. Niks daarvan. Moet je kijken. Moet je kijken, lekker helpie. Oh. Normaal.
Hallo, welkom bij Burgers Eten uit Wietsenspan, deel 2. We zijn back. Oh, lekker hoor. Je wordt hier echt een beetje missig van. Oh, dat is lekker hè, Wiet? Ja joh, Wietsenspan. Ja, dat maakt niet uit. Hey, jongens, het is een uniek moment. Ik weet niet wat het is, maar het is geen ketchup. Ik ga het gewoon proberen. Ik doe mijn stoute schoen aan. Martijn? Martijn, aan tafel, aan tafel. Oh, heerlijk. Ik ga alle jas halen. Nou, we gaan Martijn's burger helemaal onderzuizen. Papzuizen. Het zit zo meteen helemaal in mijn lazen. Halve pers, hè? Heerlijk. Lekker. Ah ja, ik loop hier zo door het gras. En wat hebben we hier? Een verdwaalde Daniel Tiedink aan het kanaal. Ja, dat is bizar, hè? Zou je denken, die jongens die gaan lekker vissen op een mooi Westlands putje. Is ook het geval. Maar in de vorige aflevering met Jelma heb je kunnen zien, of de aflevering daarvoor, heb je kunnen zien dat mijn molen is gebroken. Dus ik heb nog maar één hanger over met één molen. Maar toch gaan we ermee vissen. Ik denk, ja, de jongens laat ik lekker vissen op een putje. Ik zelf ga vissen op het kanaal. Het kanaal? Nou, kanaal, jullie kennen het allemaal. Het Westlandse knollenkanaal. En dan gaan we lekker simpel doen. Een standaard rig. Nou, de uitleg hoef ik niet meer te geven, die kennen jullie al. Met één molen eraan. En die gaan we hier voor het kantje deponeren. Niet te ver. Wat zou je doen? Anderhalf meter, zeg? Anderhalve meter. Anderhalf meter, hè? Anderhalf. Dat hoort wel bij de tijd van nu. Kijk, hoppa. Ja, dat is een flinke anderhalve meter. Nee. Kijk, boom. Op de bodem, ik voel hem. Heb hier nog een paar bollen. Nou, doen we rustig aan. Even een klein handje, het is al een beetje koud aan het worden. Zo de helft. En dan doen we nog een beetje daar wat. Dat is net, net als Zwarte Piet. Beetje strooien als Zwarte Piet. Ik ben nog wel een klein handje bij je Zwarte Piet. De ja, daarom. Hoppa. Hé, hey, hè? Hey. Hey, joh. Hey. Mijn handen er bijna tussen. Ja, dat moet je niet hebben. En mijn vlerk even verbrand. En jij... Hey. Jij bent... Zo. Vreselijk. Jij bent... Ja. Nee. Ja. Wietse van der Schee, hoe gaat het ermee? Jongens, het is 10:30. We hebben een gezellige avond gehad. Maar wel qua visgebied een rustige avond. Martijn is alleen maar aan het eten. Maar verder is het wel gezellig. En weet je wat het is? We gaan zo slapen. We zijn gaar. We zijn voldaan. Een paar biertjes op. Het was gezellig. En we gaan vannacht een vis vangen. Ze zitten lekker in dat tentje. Ik zit hier buiten blauw te bekken, maar ik mag niet naar binnen. Nee, dat is niet waar. Ondertussen, wat ik al zei, kwart voor 11, maar totaal geen vis. Wel actie gehad in de tent met eten. Dat was even spektakel. Ik kreeg nu een koud kippie in mijn handen geduwd, maar dat is nog best lekker. Dus daar zijn we even van genieten. Volgens mij gaat er zo meteen zeker eentje naar zijn bed toe. Ja, ik ben al best in de buurt. Dit is gaar. Dat is de volgende beeld. Dan zie je mij, of Daniel, of Wietse, of Martijn. Of bij een spiegel. Met een kromme engel. Het is niet te geloven. Staat lekker. Kijk. Kromme toppen. Kromme stokken niet te stoppen. Kromme stokken stoppen wel in de vijf, hè? Jongens, Martijn Kuipers, hij brengt geluk. Nee, Chitten van de Schee, eerste vis. Chitten van de Schee, zijn vis zit flink vast. Nou, wat pak je aan, denk? Is dit nou weer? Kromme toppen, niet te stoppen. Ja, Chitten, wat pak? Ik ben in het baadpak, heb je wel warme voeten? Ja, mooi, maar hij is lek. Hij is lek met dat koude water. Jongens, het is wel eens warmer geweest, maar we gaan het water bezoeken. Maar je hebt goede sokken aan, toch? Ik heb geen sokken aan. Zo, deze is zwaarlijk! Corrie. Ik voel nu alweer koud. Oké, okay, nu even serieus. Maar even wat, is dat, wat is dat voor waterpak, joh? Een XS? Ja. Nou, chat, succes! Fijne wedstrijd. Tot ziens. Waar kom jij dan vandaan? Wat is er gebeurd? Nou, jongens, vis verspeeld. Vastgezwommen in een driet onder de kant. En ja, op de tijgenoten, maar hij schoot toch los. Zonde. Hij was slim, want ik voelde de dag dat hij heel klein was en met me meezwom. En dat deed hij ook. Maar toen heeft hij zichzelf vastgezwommen onder de kant in het riet. En nu dacht ik loop met mijn waterpak heen. En nu zit ik hier dus met een natte broek door die ladden. Zo. Maar het was een spiegel, hè?
Ja, dat was zeker een spiegel. Stuur, stuur. Mart, je had weinig vertrouwen, maar nu... Ja, het is wel goed. Nou ja, niet echt goed gekomen eigenlijk, want het is alleen maar erger geworden. Maar toch voor wel actie, hè? Ja, voor Sapra. Kijk hier, laat eens even zien. Koude poten, maar... Martijn, advies? Ja? Advies, koop een nieuw waterpak. En gooi die hengel weer op terug, opnieuw erin. Maar het is wel een beetje balen, hè, dit. Ja, het is echt een serieus balen. Een visje op de kant zou mooi zijn. Ja, zeker. Ja, voor mijn gevoel vriest het. Maar Daan heb ik gelukkig twee ingangen. Dat kan me niet uit, hè. Jongens, vannacht wordt het 2 graden. Maar je maakt niet uit. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Nou jongens, fris en fruitig. Ja, zo zie je het niet uit. Nee, ik ben echt ik ben 1 seconde wakker en mijn neus is verstopt. En ik ben nog een beetje aan het wakker worden. Kijk, ja. Open daktent. Helemaal druk, maar kijk ook in mijn tent. Ja, kijk, dat kijk. Dat is genieten. Ah, geniet ons, los geniet ons. Natte boe. Natte poes. Ja, deze was echt heel slecht. Goedemorgen, Sunshine. Morgen. Hoe zit jouw ochtend bakkenstijd? Goed. Ja, op zich, dan slecht. Maar ik heb op zich wel goed geslapen. Alleen, ik weet niet wat er allemaal gebeurt met die ganzen hier vannacht. Of dat zijn het eenden. Oh, dit viel nog reuze mee. Echt? Ja, in het westen is dat zo erg. Echt? Yo, Stijn. Hey, good morning, Sunshine. Hoe is het? Goed? Mooi, bij mij ook. En op de kanaal heb ik helemaal niks gevangen vannacht. Spijtig. Chit heeft 3 vis gelost. Voor de rest geen actie, dus we gaan het even anders proberen. Single pop-up. Met erop een beetje boekweiten en allemaal kleine rommel. Gewoon lekker voor de kleine vis. Maar we gaan toch proberen even een visje te verzeren. Yes. We gaan uitvaren naar het riet. Bueno. Kind kan de was doen. Oh, Tuinen, wat is er nou gebeurd? Ja, jongens, ogen die staan op oor. Ik weet het gewoon niet meer. Ik kreeg natuurlijk vlak voor het slapen gaan een run, die verspeelde ik. Nou, eigenlijk was het 3 uur 's nachts en precies hetzelfde gebeurde. Ook die vis op deze hengel zwom heel hard naar me toe en zwom zich gelijk vast onder de kant in het riet. Het leek echt allemaal goed te gaan, want hij zat echt best wel dichtbij. En niet waar de grote rietpalmen zijn. Palmen? Ja, voel je dat ik noem. Ja. Maar toch, zwom hij zich vast en binnen 2 seconden schoot hij los toen. Dus dat was mooi. En die derde vis, dat was op mijn tweede hengel die ik 50 meter verder had staan. Daar had ik 's nachts 3 piepen op gekregen. En ik denk 's ochtends ga even bij die hengel kijken. Ik die hengel ophalen, zat hij dus, als je hem normaal inhaalt, dan komt hij gewoon in een rechte lijn naar je toe. En ik haal hem in en hij zit soort van vast halverwege het water. En in één keer zie ik die lijn zo die andere kant op gaan. Waarschijnlijk een vis aangezeten, lijnen gebroken. En hey Martinus. 3 vissen te vangen. Ja, het is ongekend. Yo. Ja. Ja, het is zover. Nou, we zijn net wakker. Even lekker vis en fruit wakker worden hier zo, lekker op stoeltje. We hebben vannacht helaas niks gevangen. 3 vissen, even speeld voor Chittermeister. Maar vorige week heb ik hier wel een lekker sessietje gedraaid. 3 vissen weten te vangen, toch even het andere werk. Ja, en in de back komt Martinus aangelopen. Martinus en anders Rodrikas. Beetje een gezond fruitsappie. Zeker. Dat is wat anders dan bier. Fitboy. Als je deze sessie een cijfer moet geven, wat geef je het? Fun factor, 8. Maar visvangst, kijk even die kant op. 4,5. 4 eten. Nou, ik geef het een 1. En jij? 6. Brrr, vannacht was het echt wel aardig koud, 2 graden. Maar gelukkig hebben we de Dave Fish Team geluksmuts. Nou, heerlijk warm. Sinds vandaag in de webshop. Sinds vandaag in de webshop. DaveFishTeam.nl. Ja, lekker weten. Draai eens een rondje. Yeah. Nou jongens, we zijn aan het vissen met Martijn Kuipers. Maar misschien vragen jullie wel af, wie is dat eigenlijk? En hoe zijn jullie met hem in contact gekomen? Daarom gaan we nu wat vragen stellen aan Martijn. En dan weten jullie meer over Martijn en dan kan je misschien even lachen.
Dus Martijn. Ja, absoluut. Dit is een diepte interview met de mannen van DW Fishing Team. Nou, wie ben je, wat doe je en waarom ben je? Ik ben Martijn Kuipers, ik ben vrachtwagenchauffeur en voor de hobby aan het vissen. Ik heb ook een YouTube kanaal en zo in die richting hebben jullie mij gevraagd of ik een keer met jullie mee wilde of jullie dat... Of ik dat leuk vond om met jullie mee te gaan. Nou, dat vind ik en dat vind ik nog steeds. Ja, ondanks alles. Ja, we hebben een aardig gezellige nacht gehad. Helaas niks kunnen vangen. Chittermeis heeft het drie gespeeld. Maar ja, de eerste vraag voor jou is: hoe ben je ooit begonnen met een YouTube kanaal? Waarom wou je dat beginnen? Dat is samen met mijn zakenpartner en cameraman is het zo ontstaan. We werken allebei bij Simoloos. En in eerste instantie was het ook om te laten zien hoe het werk in elkaar zat en wat het inhield en er waren mensen tekort, dus ook een beetje voor de werving. En daarna is het gewoon uitgegroeid tot best wel groot eigenlijk. Ja. En, het loopt lekker, we zijn nu 2 jaar bezig met 65.000 abonnees. Hoeveel views pak je ongeveer op een video? Best aardig wat. Ja, die laatste bijvoorbeeld was in 3 weken ruim 200.000. Bescheiden. Hoe zou je een sessie met Dave Fish Team omschrijven? Of 5 woorden? Nou, dat kan ook wel in 1. Chaos. Nee, 5 woorden. Nee, het is wel, het is ook wel een beetje chaotisch, maar het is wel gezellig. Er gebeurt wat en je kan niet zeggen dat het echt saai is of zo. Dus dat is leuk. Ja. Dat is mooi. Wat is eigenlijk je grootste karper die je ooit hebt gevangen? Valt op zich nog wel mee, want ik ben niet zo'n hardcore karpervisser. Ik doe het wel echt voor de lol. Ja. Ik ben ook wel aan het snoeken en zo. En puur voor de lol, gewoon omdat ik het leuk vind. Grootste vis is 16-6 in Nederland. Nou, netjes. Ja. En in Frankrijk vis je ook wel eens? Ja, daar ben ik de laatste keer geweest, maar daar heb ik niet heel veel gevist. Hoeveel nachtjes denk je dat je per jaar vist in Nederland? En hoe pak je dit een beetje aan? Wow, dat is wel heel verschillend. En ik ga wel vaak op de waters die ik ken, omdat ik ook heel druk ben, dus het is ook niet dat ik heel veel tijd heb om overal maar naartoe te gaan en alles uit te zoeken. Ik heb nog heel veel andere dingen. Dat schommelt een beetje. Het zal tussen de 20 en de 30 nachten per jaar zijn of zo. Ja. Hoe oud was je toen je begon met vissen? Je had al heel je leven of was van de laatste jaren? Ja, ik ben wel een tijdje gestopt ermee, want ik ben wel vrij actief geweest om 15, 16 tot met de jaren of 19, 20. En ook snoeken, maar karperen, alles erop en eraan. Maar toen echt heel amateuristisch. Ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik mee bezig was. Helemaal niet nu dit weet wat ik nu allemaal weet en hoe ik toen bezig was. Ja. Dus sinds een jaar of 3, 4 weer serieus opgepakt. Allemaal nieuwe spullen gekocht. Knallen, ja. En dat je zo'n groot YouTube kanaal had, zie je dat een beetje bij de vrouwtjes? Nee, ik heb wel goed in de markt, hoor. Bijna 10 jaar een vriendin. Ja, je ziet natuurlijk wel eens wat voorbij komen, maar daar reageer ik eigenlijk echt. Ja, wel met je aanzoekjes hier en daar. In de zin van? Van vrouwen? Vriendschappen zoeken of... kom maar een keertje langs. Nou ja, de meesten weten ook dat ik een vriendin heb, dus ik denk ook dat het daar komt. Ja. Anders was het losgegaan. Zeker. Kan je een voordeel en een nadeel noemen aan het hebben van een groot YouTube kanaal? Ja, natuurlijk zijn er wel voor- en nadelen aan. Het is, je wordt makkelijker ergens voor gevraagd of je een soort van sponsoring krijgt. En het nadeel is wel eens dat je erom moet denken met wat je doet. Ja. En dat je best wel vaak herkend wordt. Niet dat ik dat vervelend vind, maar wel weer in de zin van hoe je reageert. Of je kan niet meer een keer uit je slof schieten. Nee. Maar dat is ook niet echt mijn aard of zo. Maar iedereen wordt wel eens boos. Of, ik wil er wel een keer over nadenken, vooral bij klanten of bij kinderen. Ben je een borst of een billenman? Nou, daar hebben we het gisteravond al over gehad. Ja, maar dat weten de kijkers niet, hè? Nee, dat klopt, maar ik vind het, dat zei ik gisteravond al, ik moest gisteravond een keuze maken, maar het is allebei goed. Allebei geweldig. Allebei, ja. Allebei mooi. Het was vooral echt een koud nachtje. Het is heel de week 18, 17 graden geweest. Het is nu de eerste 2 nachten dat het echt rond de 2 graden is geweest. Ja, die vissen staan wel vaak van slag. 2 graden, ja. En naarmate dat de temperatuur een beetje gaat stijgen, dan de vangst ook weer beter worden. Wat we bij alle gasten bij karpervissen met vragen, is of jij misschien een tip hebt voor de beginnende karpervissen die ze kunnen gebruiken in het vissen.
Wat zou je de mensen aanraden? Kijk ook gewoon goed hoe anderen het doen en daar kan je gewoon veel van leren. Het is wel een beetje een standaard tip. Ja. Maar dat is wel, net zoals sommigen zeggen van als je in het buitenland bent, kijk naar de locals. Hoe die vissen, want dat zijn die vissen ook gewend. En vraag gewoon om je heen. Hoe er gevist wordt op bepaalde wateren. Of kijk bijvoorbeeld YouTube-filmpjes om te kijken van hoe zij het. Hey. En probeer daar ook een beetje je eigen draai aan te geven. Oké, als je moet kiezen, hè? 20 kilo openbaar in Nederland of 26 kilo van betalen? Nou, toch wel die 20 kilo openbaar. Ja? Ja. Dat is leuk. Ja. Ik vond het hartstikke gezellig. Ja. Echt wel chillen, gewoon helemaal aan het lachen. Je moet er ook wat van maken. En meestal ben ik sowieso wel zo, hoor. Dat ik... In eerste instantie dat ik er naartoe ging, dacht ik wel even, nou, wat gaat het worden, weet je wel. Ja, jullie zijn gewoon lachen, dus... Maar ik vind wel, ondanks dat we niks hebben gevangen, dat we dan misschien een keertje een hek anders moeten doen, dat we wel een visje kunnen vangen ooit. Dat moet wel mogelijk zijn. En dan mijn kant op. Ja, dan doen we even naar Noord-Holland. Gaan we vast 2 dagen van tevoren fietsen met de fietskarren. Ja. We komen er vanzelf. Die gele fiets moet 3 dagen gaan fietsen. Ja, dat is erger dan een marathon. Zit er aan het nog eerder starten. Hoe oud was je toen je eerste nachtje vis? Weet je dat nog? Ja, dat was toen ook wel een keer dat ik 16 was. Maar daarna, ja, gewoon zeg maar 4 jaar geleden echt voor mezelf. Ja, hoe oud ben je nu? 34. 34? Ja, joh. Oude nul eigenlijk. En wat is het gekste wat er is gebeurd tijdens het vissen? Tijdens het vissen nog niet heel veel. Ja, of ik vind dat gek. Ja, dit dagje, dit dagje is het gek. Ja. Ja, ik heb wel eens met jongens gevist en hamburgers bakken en zo. Toen op een gegeven moment kwam het erop aan dat er saus nodig was. Ja, dat is echt bizar. Het was best wel groot. Dat was wel een spektakel, hè? Ze zaten met z'n drieën in die tent. Het ging helemaal los. Ja. Eentje zat alleen maar te lachen. En de andere twee die maakten elkaar af. Nou, dat was waanzinnig. Wat je niet willen wissen. Nee. Dat is echt het extreemste tot nu toe. Volgens mij hebben we daar ook nog wel wat beelden van. Kan ik ook wel vragen. Ja. Ik weet van niks. Ik weet ook van niks. Wat is het gekste dat jullie dan meegemaakt hebben? Nou, dat heb ik nog niet verteld op film. Ik heb er een boek van schrijven, denk ik. Vertel. Pas kreeg ik een paar piepen. En ik was aan het vissen, was 7 uur 's ochtends. En ik lag in mijn bed, dus ik werd wel wakker van die piepen, maar voor de rest niks. En ineens hoor ik zo mijn slip lopen, dus ik denk, hè, is mijn hengel van mijn steun getrokken? Dus ik doe die tent open, staat er ineens in een hoekie, 100 maal elkaar met zijn capuchon en zijn petje op zo mijn hengel in aan het draaien. Terwijl mijn slip nog helemaal open stond, dus dat geluid hoorde ik. Dus ik begin te schreeuwen, jongen, heel die flat bij elkaar geschild. En hij begon te rennen, dat wil je niet weten, dat was net Usain Bolt. Dat was wel fysiek. Maar jouw pieper is ook wel eens anders. Ja, het gewoon die pieper had uitgetrokken, maar ik schilde zo hard dat ik denk zo erg dat hij verschrokken dat hij gewoon alles losliet. En toen was hij gevlogen. Was hem echt. Maar wij hebben ook wel eens een keertje samen tijdens NAF is dat er een keer een pool tussen onze tent, zo'n 3 uur s'nachts. Ja. Ik hoor iets in één keer schreeuwen, what the fuck are you doing? Voor die tent uit staat in één keer een pool tussen onze tent. Ja, nee, voor mijn hobby maak foto's van het gemaal of zo. Was het 3 uur s'nachts. Wat hij daar deed, dat snapte we ook niet, maar hij was helemaal dronken. Dus, go away. Toen had hij wel spullen gepakt, was hij weer weggegaan, maar dat was niet goed. Vorig jaar ook tijdens een afwezen van spullen gestolen. Kreddel, schepnet, emmers die buiten stonden, alles meegenomen. Maar gewoon niet wakker van geworden, dus dat was wat rare. Maar goed, dus wel, het scheelt wel weer op de fiets. Dat wel inderdaad, dat was wel lekker licht fietsen. Ik heb heel... Helemaal jas. Martijn, wat gebeurt hier? Nou, hij gaat er weer even spelen. Dat waterpak moet aan, maar hij gaat nog gewoon af. Ja, maar we zeiden... Hij zwemt weer naar links, Ja, en hij zwemt gelijk vast. Zo, dit is genieten, jongens. Hoe kan het nou? We hebben het er net nog toch die DFS die productsmuts, hè? Hey, toch, dat hengeltje van het kanaal nog even. Je zet hem op? Nee, hij zwemt er weer. Is wel Karper, denk je? Ja, sowieso Karper. Kijk dan, moet je die slip horen? Ja, dat is goed. Hoor jij het? Dit is toch fantastisch? Ja, ik zag het. Ja, optisch. Ah, er zit zoveel water in. Godverdomme. Oh mijn god. Hij mag er niet af. Mag niet. Hij mag er echt niet af. Moet je die schep net mee? Ja, waar is die? Er zit er weer eentje vast. Ja. Ik zou de afhalen. Afhaaltje. Waar is die? Daar. Waar is die? Daar. In het riet. Oh. Achterdeel af, dan is het minder zwaar. Je verwacht het niet, maar het is weer chaos bij de mannen. Hier, die ding. Hé,
Hey, geef me de GoPro. Je gaat sowieso door het water, door het shit rijden, hè? Ja. Ik zie hem vanzelf. Hoe heb je helemaal mogen dat schep natuurlijk wel helemaal in. Hé, hey, kromme toppen niet te stoppen. Ik weet niet waar jouw top is. Kom eens. Rennen, rennen dan. Ja, grap. Hang nog wel, dat scheelt. Nou, rennen. Nat waterbak. Ja, dat is toch niet. Godverdomme. Jij kan pooi hoe je binnen draait. Curva. Nastroja. Dan rijd ik hem zo meteen vast in de in dat pak, ja. Daar zei ik, hé, kijk. Oh, dat is ook goed vissen. Dat moet je een beetje zeker gaan vangen. Hoe ga je vissen vangen? Dit was het richtje die er twee keer losschoot. Toch geen scherpe haakjes. Nou, hij was net nieuw geknoopt. Ja, maar als je dit hebt natuurlijk, dan kan je natuurlijk niet inwerpen. Dan gaat hij natuurlijk zo eromheen. Ja, dan kan hij juist lekker draaien. Nee, het is juist het doel van de entertangle, dat je hem afstoot van je rood af. Kijk, nu werp je in. Dus de rood gaat eerst en deze draait er dan zo lekker omheen. Zo. Chill. En de entertangle, als hij vast zit, dan heb je zeg maar zo afstoot en dat hij zeg maar in zo'n vorm gaat. Klopt, ja, dat hij er stijf op blijft staan. Maar goed. Weer wat geleerd. Al doen leert men. Laat jouw toppen zien. Ja. Kom, gebroken toppen niet stoppen. Ik kan wel zien waar het geld zit. Niet bij DW. Ze zoeken nog een goede sponsor, de heren. Nee. Nee. Kleine gesprek. Dat is toch ook wel eens het voordeel van zo'n lekker ondiepe rest aan het watertje. Ja. Als zit de vis vast, waterpak je aan en er naartoe. Als hij los is, hè, dan heeft hij heel zo'n zon. Kijk hier, nu wordt het iets dieper. Dit vind je mooi, hè? Dit vind je mooi, hè? Dit vind ik leuk, want zo voelde ik mij ook. Dan, dan weet je gewoon echt dat je het echt koud hebt. Gewoon. Heel je voeten is doorweekt. Nat waterpak. Lek waterpak. Lek waterpak. Genieten. Maar wat? Heel zijn jas onder water, hè? Heel onder water. Kijk die engel gaan. Daar zou je hem hebben. Dat is niet te geloven, hè? Wat is er gebeurd? Salafachtig. De een of andere reden ligt in het midden van het water. Een soort boomstam onder water, hè? Ja, dan zat hij dus vast. Helemaal kut. Wapen aangetrokken. Ik ben helemaal met mijn arm onder water geweest. Helemaal zeker nat. Maar ja, het mocht niet baten. Die vis losgeschoten. Ik heb hem niet gezien. Wel even gevoeld, maar ja. Dat kan gewoon niet erger. Ik denk de verlossende vis. Laatste moment vangen we nog even één. Nee, dat zijn je zes. Ja, ik heb hem weer ingelegd. Hopen we op nog eentje. Oh, een kut, sorry. Zo! Daan, wat gebeurt hier? Kijk, een dichte kluis. Holy fuck. Zo! Dat is een vangst. Dat is een vangst. Water, denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Nou, we kunnen checken. Ze hebben hem al opengeslepen. Ja, mooi. Holy shit. Waar zijn we bij, jongens? Pak eens aan. Nee, joh. Overval geweest. Holy fuck. Hij is nog niet open geweest, hoor. Jawel. Er zitten er spullen in, hoor. We proberen open te maken. Wow. Er zitten er spullen in. Zo, hoe kan dit? Fuck, een dichte kluis. Ja, die gaan we sowieso zelf openbreken. Wat het water. What the fuck? Matthijs, haal even die doos uit het water. Dit is een dichte kluis. Kom je horen. Nee, je moet aan de andere achterkant kijken. Ja, die achterkant is opengesneden. Eerst even goed op de kant. Ja, opengesneden, maar het is er niet gelukt. Nee, kijk. Er zit wel wat in. What the fuck? Een dichte kluis, ouwe. Dit is content. Ja, alsof aan het metaalvissen zijn. Magneet. Ja. Maar wat de fuck is dit dan? Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat is echt heel bijzonder. Maar, oh, jezus. Ja. Ik kan beter met de andere kant doen. Ja. Die is harder. Nee, ja, dan krijg je hem nooit meer eruit. Dan gaat hij helemaal naar de in. Dan met een haring, Ja, dat gaat nooit lukken. Kijk, maar even je klauwen. Ja, dat wel. Doe even wat anders. Je moet even wat hards hebben. Ja, er zitten wel spullen in, hoor. Ja. Zo. Gebruiken. Zo lukt het. Maar dit hebben we denk ik ook al gedaan. Toen hebben ze het weer gewoon teruggebogen. Nee joh. Ja, dat denk ik wel. Waarom de fuck zouden ze het anders zo opensnijden? Ze hebben gewoon alle tyfus wat erin zat, wat niet waardevol ingelaten. Ja, weet niet hoor. Wist je niet hoor dat het dubbelwandig zou zijn? Een spaarpot. Ja? Ik weet niet wat het is. Dit is niks. Die formulier in, dat is heel raar. Het staat erop in, maar niks. Godverdomme, wat is dit nou? Oh, nasty.
Wat is het? Bijbel of zo. vind je een kluis zit er niks boeiends in? Ja, het is wel bizar. Nou, in de categorie van wat is het gekste wat je met vissen mee hebt gemaakt, ja. Dat is dit wel. Ja. Dat is wel toevallig. Ja. Schijn is gewoon naar binnen. Er heeft ook een bout in ofzo. Ja, allemaal bout in. Denk ik goudstaven. Wat de fuck. Het is wel wat geweest, hè? Ja, hij is wel opengebroken, hoor. Ja. Dit is toch bizar, hè? Het zit niet vast met mijn arm. Ja. En het is scherp, hoor. Er zit volgens mij niks. Wat gaan we met dat ding doen? Als je hier gaat dicht gaan, gaan er sowieso meldingen komen van... Dit is toch bizar, hoor. Nou dan, hebben we kluizenjager. Nou, we hebben hem opengebroken, er zit helaas geen goud in. Allemaal troep. Ja, hij is, waarschijnlijk is hij gewoon opengebroken en hebben ze hem teruggebogen. Ja, maar dit is toch en, wel... En dan denken ze, dumpen in ze het water. Ze noemen hem ook wel slijptol. Slijptol, ja, dat, hè? Nee, maar je zou, dit is toch wel een van de gekste dingen die we hebben meegemaakt. Ja, we hebben net een interview opgenomen, we vroegen wat is het gekste wat je hebt meegemaakt tijdens vissen. Ja, hebben we toch. Het moest nog gebeuren. En we hebben toch wel gevangen. Toch wel gevangen, hè? Een kluis. Hey, video 7. Zo, wat ga dan gewoon even de foto voor de thumbnail. Thumbnail, lekker kluisje in mijn hand. Nieuw record, denk ik? Ja, fuck het. Weet je. Wat een welk. Is fucking moe horen. Zo. Sorry, ja. Ja, dit is toch een verhaal, jongens. Een kluis die gewoon opengebroken is. Ja, echt gedumpt zo, in het water. Even zo. Het is net een sprookje. Nou, dan hadden we het natuurlijk over dat het waterpak een beetje lek is. Maar hoe erg is het? De eiwitten moeten hoog en Daniel is niet meer droog. Moet je kijken. Zo. Het begint hier. Nou, op zich is dat niet heel erg. Nou. Nou, wel een beetje. Kijk zo. Bij zijn kruis. Kijk van de hier. Even wat te be- oh. Nou, we hebben maar even de politie gebeld om te melden dat we een kluis hebben gevonden. Ja. Want we weten het alweer, anders zouden mensen boos worden dat we het niet gemeld hebben. Dus... En hij is toch leeg. Dus... Ah, ja, hij is toch al leeg, dus het maakt niet zoveel. Zakken leeg, Daniel. Ja. Hij heeft alles al in zijn zak gestoken. Ja, ja. Shh, niks zeggen. Van vrachtwagen naar een nieuw vervoersmiddel. Martijn Kuipers. Ja, zo moet ik nog 8 kilometer. Zo, jij bent pas groot, moet je kijken. Maar je moet wel beseffen, ik fiets ook nooit meer, hè? Nee, dat snap ik. Moet je even trappen? Af de maag. Was het maar, Tom. Doei doei! Tot de volgende keer! Ik ga niet BMW naar huis. Helemaal dikke Tom. Doei! Nou, dat was het dan. Ja. Van die kar ben ik ook eindelijk al. Knaak, kijk, het is best soepel. Hij houdt nog een beetje van een gele vervoer. Net zie je vooraf aan. Dan loop je altijd aan te stellen dat ze zwaar is. Ja, die eerste 2 minuten zijn nog wel leuk. Dan begint het zweetje toch uit de na te lopen. Nou, jongens, nu jullie toch op YouTube zijn, kijk even in de beschrijving hieronder. Abonneer op deze baas, Martijn Kuipers. En ja, gewoon top content. Abonneren. Jezus, wat een geluid, gek. Het valt nu nog wel mee. Nou, ik vind hem best aan brommen. Je kan hem ook zachtjes stilzetten, hè, met die afstand die je kijkt. Nou, nee hoor. Dat is ziek. Ik wist even niet dat je dat. Yes. Duwen. Haal zijn handen maar af. Hey. Zullen we nog gaan helpen dan? Nee. Awit? Lek af. Content. Ja, je staat erbij alsof je moet poepen. Ja. Moet je ook. Wrijf er maar vet. Nou, jij wrijft er straks uit. Ja, ik hoef niet eens de moeite te doen. Hé? Oh, een geuze. Zwaarder. Wiet. Nou, kom op. Stekker. Soepeltjes wel. Je bent een held. Tot de volgende keer. Later, boys. Later.
half gewoon, het is al afgebroken. Zo! Ook niet heel best tijd. Je bent los. De nieuwe chitter van de schree. Ik ben een nieuwe chitter, denk ik. Nou jongens, kijk, daar staan we nog steeds te wachten op de politie en daar zijn ze eindelijk. Een uur later. Hoi, weer goed uitzicht. Daarom, de kluis wordt opgehaald. Want als je zulke dingen ziet, jongens, of als je een dode hond vindt, moet je ook melden, schijnbaar. Dat wisten we ook niet. Wij wisten niet, we zijn van bepaalde bewust. Dat is wel belangrijk. Ja. Kijk, dus, daar zouden ze hebben. Ja, doe je even. Hoppakee. Spaarpotjes, hè. Nou jongens, de politie is weer weg. Echt knap, agent was dat. Ja, dat wel. Maar ze waren blij dat we het gemeld hebben, dus het is ook een tip van, stel dat jullie zoiets aantreffen, meld het even. Ja. Maar als je tijd te veel hebt, in ieder geval, moet ze wel even 3 kwartier lang wachten. Ze hebben hem niet meegenomen, ze hebben een melding gedaan en de gemeente gaat hem ophalen. Ja. En ja, hun vond het ook jammer dat hij weg was. Ja. Maar dat is vaak het geval bij gevonden kruis. Dus nou, dit was zeker het einde van de video. Ja. We zien jullie volgende week. Goed, nou jongens, dat was de video. Vond je het leuk, doe even een blauwe duimpje omhoog. Martijn, bedankt voor je komst. Abonneer even bij die boys. Hebben ze nodig, want dan gaan ze kaal. Scheren. Ja. En op scheren ze kaal. En voor wanneer? Voor 2021. 26.000. 26.000 abonnees. Dat moet wel lukken. Nodig. Allemaal abonneren. Dan gaan ze allemaal scheren kaal. Ja, drama. En neem zeker op Martijn's account een kijkje. Linkje staat in de beschrijving. Webshop staat erin, dv15.nl. En dan zien we u volgende week, denk ik. Nog een keertje Martijn op zoek, denk ik. Noord-Holland. Is goed. Ja. Ja. En dan vond je de video leuk, wat moet je dan doen? Duimpje omhoog. Kijk. Zet je belletje aan, abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Houdoe. Doei.